Erika Kompanjer, vertel eens, hoe ben je eigenlijk laaggeletterd geraakt? Ja, ik was een jaar of zes ging ik naar de basisschool. En toen kon ik niet meekomen in de eerste klas. En vroeger werd dat gewoon... als je niet mee kon komen, dan ging je naar de BLO. Dus ik heb de kans niet gehad daarin. Maar hoe lang heeft dat geduurd, dat u zeg maar laaggeletterd was? Tot mijn 50ste ben ik gaan leren, zeg maar. Dat ik het eerste de kans kreeg om dat te gaan doen. En hoe ging dat in zijn werk eigenlijk, tot uw 50ste? Want daar hebt u toch ook vast wel problemen mee gehad. U zal toch ook wel formulieren hebben moeten invullen? Ja, tot mijn 50ste heb ik, ja, tuurlijk, formulieren wat je moedje mee hebt, kookboeken, borden, treinkaartjes, ja, overal heb je problemen mee. Maar ja, ik had gelukkig wel mijn dochter natuurlijk, hè, twee, dus die deden heel veel voor mij. En zo heb ik het eigenlijk een beetje, zo rondgedaan, zeg maar, zo, ja. U hebt uzelf gered, eigenlijk, hè? Daar ging het om. En toen u 50 was, wat gebeurde er toen? Nou, toen heeft mijn dochter mij heel stiekem opgegeven voor Stichting Lezen en Schrijven. Dus ze kwam thuis en er komt iemand bij je praten. Ze zei, hè? Bij mij praten? Ja, ik heb je opgegeven. Dus ik was ontzettend kwaad op haar. Ik heb echt, ik vond het niet leuk natuurlijk. Want het is toch, ze komen toch in jouw comfortzone natuurlijk. Want je schaamt je er natuurlijk wel voor. Hè? Het is een hele grote drempel die je over moet stappen. En ik heb al heel diep gedacht om dat haar toe te laten. Want ik weet nog wat ze voor de deur stond, dat ik nog dacht van, ik doe het niet. Maar ik heb haar binnen gelaten en dat was eigenlijk mijn geluk. Want er ging een nieuwe wereld voor u open? Ja, er ging echt een nieuwe wereld sowieso voor me open. Om te leren lezen en schrijven. Hè? En dat, voordat het gebeurt, er gaat zoveel door je heen. Je bent bang dat je het niet kunt of gewoon heel veel moeite ermee. En ik ben begonnen met lezen en schrijven, met een coach van mijn dochter dus. En ik heb in 3 maanden tijd heb ik het geleerd. En ik vond het zelfs heel leuk om te doen, die boekjes. En puzzelt u na tijd. Ik lag op een zonnebank met de hoofd naar beneden en dan was ik aan puzzelen overdag. Dus vond het wel leuk. Maar u kunt nu lezen en schrijven, hè? Laaggeletterd af. Maar u doet er nog wel het een en ander voor, hè? Want u bent taalambassadeur. Wat doet een taalambassadeur? Een taalambassadeur promoot natuurlijk het taalpunt. We gaan over naartoe, we flyeren, we geven lezingen. We proberen de mensen zoals ik, toch om over die grote drempel overheen te stappen. Om... En toch te leren, want je leert er zoveel van. Je kunt gewoon, ik kan nu gewoon alles, weet je wel. Ik hoef niet meer na te denken van, hoe moet dat of hoe moet dit. Ik kan bijvoorbeeld, ik zie nu mijn eigen fouten. Als ik type bijvoorbeeld, denk ik, er zit iets niet goed. En dan kijk ik terug en dan denk ik, oh nee, moet toch met een D of met een T of met... Dus ja, het is gewoon ontzettend, ik ben heel erg blij mee dat dat kan. Een stuk zelfstandigheid erbij. Ja, absoluut. Ik ben veel meer de onzekerheid is veel minder geworden voor mij. Ik durf veel meer. Nou, ik was wel een tante die niet bang is. Nou, natuurlijk. Maar toch de onzekerheid. Wat ik nog had, is wel eigenlijk al weggegaan daardoor. Absoluut. En daar hebt u druk mee, met dat ambassadeurschap? Ja, zeker. Dat, zoals nu weer. Hè. En dan, ik ga ongeveer het hele land ongeveer door. En dan, ik help overal wat ik in kan springen, spring ik in. En heeft het ook gevolgen gehad voor het ingesloten zijn in de gemeenschap? Of het buitengesloten worden in de gemeenschap waar je opgroeide? Ja, ze vinden het wel raar nu. Ze hebben zoiets van, wat denk je wel wie je bent en zo. En je bent wie je bent. En dat ik dit gedaan heb ik wel... ik merk wel in mijn omgeving dat ze me gewoon... een beetje raar vinden dan of zo. Ik weet niet wat het is. Ik voel het wel. Ze zeggen het niet, maar ik voel het wel. Ja. Zijn er nog meer mensen in de omgeving die laaggeletterd zijn, die daar ook hun voordeel mee zouden kunnen doen? Ja, ik ken ze wel en ik heb ze ook wel aangesproken. Maar je moet wel willen, hè. Als je niet wil, we kunnen tot zo ver kun je gaan. En dan,
is ze besluit van hunzelf. Ik bedoel... U hebt er zelf ook veel moeite mee gehad in het begin, hè? Ja, het is ontzettend moeilijk om dat te gaan doen. En het is nog soms moeilijk hoor. Dan denk ik van ja, poeh. Maar je krijgt nu natuurlijk weer de andere kant, hè. Ik bedoel, ja. Het is gewoon heel moeilijk soms. Maar het lijkt me wel geweldig dat iemand die uit eigen ervaring, een ervaringsdeskundige, hè, die weet natuurlijk het beste waar je over praat. Ja, absoluut. En ik ben ook eigenlijk wel bezig om iedereen uit te leggen wat het eigenlijk is van de normale mens, zeg maar, die goed lezen en schrijven kan. Om uit te leggen wat een laaggeletterd eigenlijk voelt. En om te begrijpen hoe wij zijn. Dus ja, dat ben ik ook mee bezig. Maar dat is best wel heel moeilijk om dat uit te leggen. Mevrouw Campagne, hartelijk dank. Ja, u ook bedankt, hè.